Welkom terug. Jim en zijn sponsor Mars zijn op de vingers getikt. De snoepfabrikant heeft een actie bedacht waarbij scholieren worden aangespoord zoveel mogelijk Marswikkels in te leveren. Ja, en de school met de meeste wikkels zou dan een optreden van Jim winnen. Ja, tot grote woede van een centrum dat zich bezighoudt met gezonde voeding. Want zij vinden het stuitend dat de toch al dikker wordende scholier wordt aangemoedigd nog meer te gaan snoepen. Jim en zijn sponsor Mars hadden het zo mooi bedacht. De school met de meeste Marswikkels kan rekenen op een bezoekje van een van Nederlands grootste idolen. School blij, Jim blij en vooral natuurlijk Mars blij. Niet blij, het voedingscentrum. Die vindt dat Mars het maatschappelijk belang schaadt. Zo heeft de industrie ook een verantwoordelijkheid. En dat is in ieder geval niet op een, zeg maar, toch wel deze manier de leerlingen ertoe bewegen om in korte tijd toch heel veel van hun producten te nuttigen. Ja. Jim en Mars zijn dus onverantwoord bezig als je het aan het voedingscentrum vraagt. Jim wijst alle aantijgingen van de hand en wijst naar Mars. En die reageerde vandaag. De actie wordt per direct stopgezet. Tot genoegen van het voedingscentrum. Wat we hiermee bereikt hebben is inderdaad dat fabrikanten inderdaad voordat ze een actie ondernemen daar goed over nadenken en bekijken of dat wel maatschappelijk verantwoord is. Geen paniek voor de scholieren. Ze maken nog steeds kans op een optreden van de idol. In plaats van zich nu misselijk aan de marsen te eten, staan ze nu voor de opdracht hun eigen conciërge aan te prijzen. De school die dat het best doet, kan alsnog rekenen op een optreden van Jim. Ja, we hadden al een tijdje niets meer van ze gehoord, maar Idols-finalisten Bas en Joël zijn druk bezig met hun carrière. Ze hebben nu de handen ineengeslagen en proberen de hitlijst alsnog te bestormen met een nieuwe single. Geheel in stijl, in een dikke limousine, arriveerden Bas en Joël in Rotterdam voor de lancering van hun nieuwe single. Beetje nerveus natuurlijk, want we gaan daar voor het eerst onze single natuurlijk voor alle mensen zingen. Dus ja, wel benieuwd wat het gaat worden. Spannend voor Limo ook? Ja, het is best wel spannend. Ja, het is allemaal zo officieel, hè? Ja, genoeg gepraat. De fans wachten in een bomvolle discotheek met smart op hun twee idolen. Bas en Joël pakken de zaken serieus aan. Ze hebben zelfs een videoclip gemaakt, opgenomen in de Ardennen. Hun single Burning Heart is een cover van Vandenberg. De leadzanger van toen, Bert Hering, krijgt het eerste exemplaar uit. Bas en Joël zijn de laatste van de 10 Idols-finalisten die een single uitbrengen. Ja, concurrentie, ja, toch wel. Ja, kijk, in principe ben je allemaal concurrenten van elkaar. Dus ik bedoel, in dat opzicht wel. Maar niet echt maar in een negatieve sfeer. Maar ik denk dat ieder liedje staat op zich. En ja, goed, iedereen is nou zijn eigen weg. En iedereen is nou geen idol meer. Maar iedereen is nou gewoon artiest. En probeert er aan de bak te komen. En zo ook wij. En wij zijn in ieder geval de eerste die met z'n twee proberen. Dus ik bedoel, dat iets helpt. Juist, inderdaad. Als de single een beetje verkoopt, dan is de kans groot dat Bas en Joël samen een album maken. Over haar filmcarrière heeft Gwyneth Paltrow niets te klagen. Sinds haar Oscar voor Shakespeare in Love heeft ze maar liefst 10 nieuwe films gemaakt. Privé gaat het echter niet altijd even soepel. Haar relaties met Brad Pitt en Ben Affleck die hielden geen stand en dat kon ze eigenlijk maar nauwelijks verwerken. Gwyneth Kate Paltrow, bijnaam Gwynny, wordt op 28 september 1972 geboren in het hart van de filmindustrie, Los Angeles. Madonna heeft bijvoorbeeld de Blue Bar, is haar bar. Daar komt ze altijd. En het gekke is, je zou dan allerlei fans daar op de stoep verwachten. Nee hoor. Zij kan daar rustig, incognito, nog lekker haar drankje drinken. Met de kinderen, maakt niet uit. En nu niet allemaal tegelijk in het vliegtuig springen, hè? Ze komt daar voor haar rust. En net zoals het met schapen gaat, gaat het ook met celebrities. Als er één over de dam is, volgen er meer. Het is ook zo dat zij elkaar als vrienden zien. En dat het niet is om gezien te worden of the show must go on. Wat ik net ook al zei, het is echt een hechte... Ja, hechte gemeenschap die daar ontstaat van bekendheden. Nog even een tip van de kenner. Waar moet je heen om een glimp van je favoriete ster op te vangen? Sanderson Hotel, Lanesboro Hotel, 15. Genoeg te doen dus. De sterren kunnen hun rust wel op hun buik schrijven.
Nederlands bekendste liefhebber van het Koningshuis, Johan Vlemmings, heeft weer eens een stunt bedacht. Deze keer naar aanleiding van de rel rondom Mabel Wisse-Smit. Hij heeft namelijk medelijden met koningin Beatrix, die een zware kluif heeft aan alle negatieve publiciteit. En ja, Johan zou Johan niet zijn als hij daar niet iets mee doet. Majesteit, we houden van u. En niet alleen ik, maar het hele Nederlandse volk. Ja, ik heb heel erg te doen met de koningin. En dat roept om actie. Johan liet vanmiddag duizenden kaartjes en posters van Beatrix drukken. Om voor het raam te hangen, want wie weet komt de koningin wel langsrijden. En ansichtkaarten om haar een persoonlijke boodschap te sturen. En de mensen die de leukste reactie voor de koningin geven, die krijgen dan een heel speciaal borstbeeld van de koningin. Johan heeft het maar druk met zijn actie. Zijn stropdas wil maar niet goed zitten voor de camera en hij wordt overspoeld met telefoontjes over zijn actie. Ik denk dat de koningin is. Hallo, met Johan. Maar dat deert de koningsgezinde Johan niet. Alles voor het goede doel. Ja, ze staat er eigenlijk toch een beetje alleen voor. Ook al is ze dan een beetje de baas van het volk. Maar je zou dit maar meemaken. Het is wel heel triest. Je stel je eigenlijk maar voor, als je dit zelf meemaakt in je familie, dan is het al heel erg. Maar voor de koningin staat de kijk voor het hele land. Dat is toch een beetje gênant allemaal. Zo, dan kunnen we gaan drukken. Vanaf morgen verspreidt Johan de posters en kaartjes door het hele land. Zometeen lekker veel Idols nieuws. Jim zat even in een dipje, maar met Bas en Joël gaat het juist hartstikke goed. Tot zo. Welkom terug. Ramona was hun allergrootste hit. Wereldwijd werden er miljoenen exemplaren van verkocht. We hebben het natuurlijk over de Blue Diamonds. Maar 18 december 2000 was een zwarte dag voor het succesvolle duo. Ja, want dat was de dag waarop Ruud de Wolf overleed. Zijn broer Rien bleef alleen achter. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En na een moeilijke periode van rouw staat Rien weer op de planken. Ramona, they're ringing out our summer blood. De broertjes De Wolf, geboren in Indonesië, komen in 1949 over naar Nederland. En dat zullen we weten. 10 jaar later neemt het duo hun eerste plaatje op. En dat werd een cover van Everly Brothers' Till I Kiss You. Nummer 1 hit. Boom. Toen waren we er. Met hun Everly Brothers-achtige sound scoren de broertjes De Wolf veel succes. En niet alleen in Nederland. Nee, wereldwijd worden de Blue Diamonds met open armen ontvangen. When day is done, you'll hear my call. Ramona wordt hun grootste hit. Wereldwijd gaat de single miljoenen keren over de toonbank. Als in 2000 Ruud de Wolf door een ernstige ziekte op 59-jarige leeftijd komt te overlijden, is Riem gebroken. En hij besluit resoluut om zijn muziekcarrière aan de wilgen te hangen. Maar gelukkig voor de fans gaat Ruud een jaar later samen met zijn zoon toch weer de planken op. Die heeft me echt erbovenop geholpen. En we hebben in deze formatie met band, hij had ook een eigen band, hebben we opgetreden gedurende een jaar en nog wat. En hij heeft op een gegeven moment gezegd, nou pa, je bent er klaar voor en dan ga je maar lekker alleen. En hartstikke te gek wat hij gedaan heeft. Inmiddels is Riem weer helemaal terug, al blijft zijn broer altijd in zijn gedachten. Elke keer als ik dan weer zo'n nummer zing, dan denk ik, verrek, hij staat er niet. En, maar ik weet, dat is niet om het een of ander, maar toen... op zijn sterfbed zei Ruud, joh, maak je niet druk, daar is mijn gitaar, daar is de versterker. Omhangen dat ding en ga met de banaan, want het komt best voor elkaar. Volgend jaar zit Riem alweer 45 jaar in het vak en dan moet ook zijn nieuwe cd uitkomen. Van stoppen wil de Diamond dus voorlopig nog even niks weten. Zijn motto? Gewoon happy wezen en gewoon lekker doorgaan. We hadden het u al eerder gemeld. Het trieste bericht dat Loekie de Leeuw niet meer populair zou zijn en wordt verbannen na de middag. Ja, ik heb daar persoonlijk echt ook enorm veel problemen mee. Ja, nee, ik ben een enorme Loekie-fan. Maar goed, er is hoop. Twee studenten hebben namelijk een reddingsactie voor hem opgezet.
Op initiatief van het Amsterdamse studentenprogramma Jordi en Martijn is de site www.redlookie.tk geopend. De radiomakers zijn woest dat de ster het reclameboegbeeld praktisch verbannen heeft van de tv. Volgens hen is het leeuwtje gewoon onderdeel van de Nederlandse televisiecultuur. Op de site kun je een proteststem achterlaten en die worden vervolgens aangeboden aan de baas van de ster. Is de Australische in haar privéleven erg trouw en beschaafd? In haar nieuwste clip Slow gaan bij Kylie Minogue alle remmen los. Come on and dance with me, yeah, slow. Het is niet te hopen dat vriendje Olivier Martinez jaloers is aangelegd. Het gonst al tijden van de geruchten dat de twee zouden gaan trouwen. Kylie zou zelfs haar bruidsjurk in de kast hebben hangen. Rod Stewart gaat onze eigen Frans Bauer achterna. De 58-jarige rocker krijgt zijn eigen reality show. MTV heeft hem weten te strikken voor een 12-delige serie over zijn leven. Stewart belooft de kijker een ongecensureerde blik op zijn glamourleven. Hij doet het natuurlijk niet voor niets. Rod krijgt er 5 miljoen dollar voor. En dan nog even de sterrenbeurs. De aandelen van Peter R. de Vries zitten in de min en dat is opmerkelijk. Blijkbaar hebben mensen eventjes genoeg van alle onthullingen over Mabel. Beter gaat het met de aandelen Touria Houd. Ze is even niet te zien op tv, maar haar modellenwerk gaat nog steeds als een speer. Dit was Show van Nederland. Wil je op de hoogte blijven van al het shownieuws? Abonneer je dan op onze sms-dienst. Sms dan Show Spatie aan naar 4949. Ja, vanavond na Hart van Nederland is er meer shownieuws in shownieuws. En morgen zijn wij er ook weer. En dan met een Hollandse hit special. Van levenslied tot paling, zou ik zo zeggen. Nodig iedereen uit. Lekker meezingen. Tot morgen. Een fijne avond. Dag.